Dames en heren, wij beginnen vandaag weer aan een nieuw avontuur. Chance of Senaar heeft hoge ogen gescoord bij de critics van 2023 als een van de betere games van het jaar. Mm-hmm. En ja, er moet in gepuzzeld worden, dus wij staan weer vooraan. Zo, wie zo? En ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen en kijken wat er gaat gebeuren, want ik heb geen verwachtingen. Dat vind ik leuk. Play options quit. Nou, dan maar play. Nou ja, ja. We gaan. Empty slot. Goeie geluidjes ook. Lekker ASMR. We worden wakker. Dit is, wat is dit? Hout? Er zijn lijnen. Er is ook een viool. Klopt. Oeh, het is een sarcofaag. Niet goed? Jawel. Er komt zijn licht uit. Oh. Er is donkerte. Er is een man. Klik on the background to move. You can also play with the controller. Nou, dat heb ik niet. Klik. Deze man heeft ook weinig gezicht. Wij zijn deze man. Ik ga de trap. Oké. Okay. Dubbelklik is rennen. Hier is een trap omhoog. Het is een beetje legig hier allemaal. Legig? Ja. Maar goed, dit is natuurlijk leren lopen. Ik vind het eigenlijk wel fancy hoor. Ik ook. Hier kunnen we naar buiten. Hij rent wel alsof hij er een stuk in heeft zitten. Hier is een hendel, maar daar kan ik niet heen. Ik kan door het water waarschijnlijk niet lopen. Nee. Er is ook een hendel, daar kan ik bij. Ja. Ik kan daar is ook een bord. Kijk, een bord. Klik on an item to interact with it. Bord, kijk. Laten wij interacteren. Bord zegt... This journal will record all the glyphs you discover. To open it, click on the journal button. Oké. Okay. Okay. Dit hebben wij geleerd. When you think you have guessed the meaning of a glyph... Oh, dat is leuk. You can click on it to note your hypothesis. To exit the journal, press X. Oké. Okay. Maar goed, Dan denk ik, als ik dit zo zie, open dit is een schakelaar. Ja, aan uit. Dat rechter ding is inderdaad hetzelfde. Dus dat betekent dan denk ik schakelaar. Ja. En dan betekent dit aan en dit uit. Of dit boven en dit beneden. Ja. Ik kan daarop klikken. Oh ja, dus dan kan ik zeggen dit betekent denk ik schakelen. Oh, ik moet het typen. Lekker hoor. Lever. We gaan Engelsen. Liever, vraagteken. Ja, het moet Nederlands. Wat jij wil, maar je bent Nederlands aan het praten. Schakelaar. En dan zeggen we dit is aan slash boven. Mm-hmm. En dit is uit slash beneden. En we hebben ook geen enkele vorm van bevestiging hiervan, op de een of andere manier. Maar goed, ik kan klikken. Het zou ook nog open en dicht kunnen zijn. Ja. Dan is het beneden is open. Dus dan is dit. Ja, vind ik wel een goeie. Openen. En dit wordt dan sluiten. Ja. Dat is wat er daadwerkelijk gebeurt. Dit is dan schakelaar of hendel. Hendel, nog beter. Hendel. Nee, je moet er volledig zijn. Ja, dit is zeker. Deur gaat open. Nou, dan gaan we naar binnen. Er zijn heel veel hendelen. If needed, use the middle mouse button to reveal all interactive items. Ah, kijk, nu kan ik allemaal mee interacteren. Ik snap nu al wat daar gaat gebeuren. Ja, up, ja, down, open, down. Ja. Dus dit is up en down, dat is. Ja. Dan gaan we het even aanpassen. Dit wordt dan up. Dit is dan down.
Klopt, hè? Ga ik even hoesten. Ja. Ja, dus up, up, down, up, down, up. Dat is wat we moeten doen. Up. Up, down. Up. Down. Up. Huts, we hebben het ontwaterd. Hebben we dit terugstuk dan ook ontwaterd, vragen we nu dat af. Dat denk ik wel. Nee. Nee. Even backtracken. Terugstuk. Maar goed, we kunnen nu wel verder. We kunnen hier nu doorheen om door de volgende poort te gaan. Oh, hij noteert iets. Drag each glyph into the slot that you think matches it. Oh ja. Oh, dit zeiden we al. Dus open, dicht. Deur. Ja, dan denk ik, dit is deur. Ja. Dit was dicht. Toch? Nee, toch? If all the glyphs are correct, they will be validated. Nee, andersom. Ja. Dus dan hebben we nu open, dicht en deur. Kijk, de more glyphs translate. Ja, 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 ja. Open, door, close. Ja, het moet dus in het Engels. Ja. Ja, en dat heeft hij nu ook opgeschreven in een schrift. Ja, ja, ja. Open, door, ja, close. Sure. Ja, ja, ja. Wij gaan door. Ja, goed, als we aan het raden zijn, maakt niet uit hoe je het opschrijft. Precies, ja. Als het goed is, dan weet je het. Dan hier een deur dus waar je niks mee kan. En dan is dit de looproute, vermoed ik. Er zijn veel wateren. Klopt. Hier is een deur. Er zijn geen bordjes. Hier gaat weer wat. Dit is een persoon. Dit is een persoon. Een onthande man. Oh. Ja. Wauw, joh. We leren vier nieuwe dingen. Oké. Okay. Dit is denk ik is een soort van handje. Nee, is hallo. Dit is halapep. Halapep. Ja. 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 Wat kom je doen? Hoe heet jij? Geen idee. Mag ik je nummer? Wat? De deur, zegt hij. Open door. Ja. Oh ja. Kun jij de deur openen? Of alsjeblieft. De deur is ook een sluis. Ja, hij loopt weg. Hij gaat ook sluizen. Oh ja, dan laat hij ons dus in doen. Daar is er één kapot. Ja. Daar is er één poedeloepoet. En nu? Aha. Praten. Hij zegt hij wil. Open door. Maar hij gaat nu die openen, ja. Misschien is die ene ik en die andere jij. Het zou kunnen. Hey. Hey. Jij iets? Ja, dus dan is... Dit is dan jij. Ja. Ja, ze zeggen dit is dan jij. Hallo, jij open de deur. En dit is dan ik? Ja, denk het. Ik. Of is het die andere? Wat is die laatste dan? Ja, die hebben we nu net pas gekregen. Hij zegt, hij zegt nu jij en dan iets anders. Oké. Okay. Namelijk, wij misschien jij bent aan de beurt. Of jij naar boven. Maar hij loopt door. Of jij moet komen. Of ziet eruit als een mongool. Nou. Maar we moeten weer noteren. Hier, kijk. Ja. Ja, dit is Halepet. Dit is jij en dit is die ik. Is dat. Ja. Jij. Ik. Lekker hoor. Greetings. You, me. Oh, we hebben het gewoon goed. Lekker hoor. Hier liggen nu dingetjes. Oh, dan kan ik
backtracken. Replayen wat hij zegt. Herhalen wat hij... Ja. Hé, hey, we hebben gewoon greetings, you and me, zelf al geraden. Ja. Hij is nu kom, you, kom. Hij gebaart zo. Volg ons. Dat kan ook. Volg. Kom. Dan een trap op. Ah. You open the door. Lekker hoor. Hoppa. Wat een goede mechanic dit. Ik vind het leuk. Aha. Me volg. Omdat wij dat hebben ingevuld, zegt hij dat. Of is het dan ik ga? Hey, you close the door. Nu kunnen wij. You volg, kom. Of is het gaan. Jij gaan of lopen? Ja, ik ga, jij gaat. Dan zegt hij weer, jij moet de deur openen, denk ik. Uh-huh. You, me. Helpen? Dat zou kunnen. Dan is dit helpen. En dit is dan gaan. Is onze nieuwe poging. Uh-huh. You helping me. Nee, dan kan ik hier naartoe. En deze weer openen. Oh, ik moet er helemaal omheen, dat is het. Dat is het. Dan kan het ook zijn in plaats van jij helpt mij, jij komt naar mij toe. Ja. Weet ik niet. Wilde gok. Daar is weer een deur, daar kunnen we nog niet in. We moeten eerst alles afsluiten. Moet die andere weer open? Deze. Ja, ja. Want dan loopt het weg. Deze, ik zie jouw muispeltje niet. Oh, ja, oké, okay, ik heb een muispeltje. Nou, deze weer open en dan loopt het weg. Ja. Je bent wel een slimme vrouw, hè? Ja, dat klopt. Ik heb ook enorm een lag. Dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we dit hek bij hem doen. Mhm. Dan moeten we waarschijnlijk weer helemaal terug om dit ook te laten weglopen. Mm-hmm. Dus dan doen we dat ook. Dan hebben we een meerstapspuzzel. Kijk op gaan, jongen, die gezichtsloze man. Zo. En dan kan hij lopen. Gaat hij dan de deur voor ons open? Is dan de vraag. Ik denk het wel. Mogelijk. Gaat hij nog praten ook? Gaat hij zeggen, ik open voor jou de deur. Dankjewel. Goodbye. Oké. Okay. Greetings is ook goodbye, greetings. Dus. Blijkbaar, ja. Ja. You. Goed geluid. Ja. Nou, was gezellig. Moet vaker doen. Kunnen we replayen? Dat lijkt me niet nodig. We gaan gewoon achteraan. Dan denk ik dat we hier de tutorial gehad hebben. Denk het ook. Pakken we hier een kort checkpointje van. Oké. Gaan we zo verder? Ja. Joejoe.